komen nu binnen in de wijk van de zon. En dit is een wijk waar op allemaal manieren energie wordt bespaard. Wie van jullie heeft zonnepanelen op het dak? Ik. Ja. Jij? Ja, dan ga ik je stroom toch over op. Nee, want door de zon komt er meer stroom. Er liggen zonnepanelen op het huis, die met de bouw er meteen bijgeleverd werden. Ja. Mogen we even binnenkijken? Ja. Merk je er veel van? Je wint er uiteindelijk wel wat mee terug en ja, het is goed voor het milieu. Op het einde van het jaar krijg je een bepaald bedrag teruggestort in de vorm van geld. Wat is dat? Dat is zeg maar het pakketje wat je binnen hebt hangen. En je kan nu zien ook achter het groene lichtje dat die in bedrijf is. Welkom in de taxi van meneer De Leeuw. We gaan deze week langs allemaal duurzame projecten in Noord-Holland. En u bent daar ook mee bezig? Wij willen veel CO2 besparen en zoveel mogelijk gemeenten oproepen om klimaatneutraal te worden in hun stad. Vindt u het makkelijk om erop te letten in uw eigen leven? Ja. Om veel energie te besparen? Ja, vind ik makkelijk, behalve op mijn vervoer. Want ik ga iedere dag van deze omgeving naar Den Haag met één auto. Ja, dat vind ik gewoon heel lastig met al die tassen en mijn laptop en al dat gedoe in de trein. U bent op uw bestemming. Dankjewel. Bedankt. Om in aanmerking te kunnen komen voor het TNO groenwoningcertificaat moet je een extra energiebesparing doen. Je mag kiezen wat je wil, zolang het maar echt effect heeft op de energiemeter. Merkt u ook dat u anders omgaat met hoeveel energie u gebruikt? Ze hebben mij uitgelegd dat ik de dure stroomapparaten, zeg maar, nu beter gewoon overdag kan gebruiken. Ja. En dat goedkoop stroom bijvoorbeeld aanvragen geen zin meer heeft. Omdat als ik mijn wasmachine overdag laat draaien, terwijl die stroom opwekt, ja, die stroom wordt bij ons nog direct verbruikt, zeg maar. Wat denk je dat goedkoper is, zonne-energie of gewone energie? Ik denk zonne. Dan komt het door de zon en dan is het gratis. Ja.